Gijs Groenteman heeft geen enkel respect voor Henk Westbroek, die vroeger met zijn band het goede doel hits scoorde als Nooduitgang en Vriendschap. De band kende naast Henk Westbroek nog een zanger, namelijk Henk Temming. En die Henk is de enige normale Henk van het duo, zegt Gijs in de podcast Teun Gijs Vertellen Alles. Het is voor Gijs zo klaar als een klontje dat Henk Westbroek helemaal ontspoord is. Die Henk Westbroek is natuurlijk een soort gestoorde gek. Die Henk Westbroek zag ik laatst op internet weer allemaal racistische taal uitslaan, dat is echt een soort dwaas geworden. Hij vervolgt, ik denk dat die andere Henk, Henk Temming, misschien de redelijke Henk is. Alhoewel, als je Henk beter kent. Dat zouden we aan Paula Patricio moeten vragen. Die zijn inmiddels gescheiden, dus zij zal best wel een boekje open over hem kunnen doen. Co-host Teun van de Keuken, onder de twee Henken is hij sowieso de redelijke Henk. Gijs, aan de andere kant, weet jij veel wat Paula Patricio? Henk Westbroek slaat allemaal racistische taal uit op internet, maar misschien dat Henk Temming wel losse handjes heeft. Teun, je stelt alleen maar vragen, toch, Gijs? Gijs, je weet niet wat voor verhalen er loskomen als we echt gaan vroeten bij Paula Patricio over Henk Temming.